Koer, zat nog even terugblikkend op afgelopen zondag, de wedstrijd tegen Den Bosch. Je controleert eigenlijk de hele wedstrijd. Hoe kwam dat eigenlijk? Hoe dat kwam, dat was ons tactisch plan. We wilden dominant zijn en ik denk dat we dat goed hebben uitgevoerd. Vooral veel en snel druk vooruit geven. En we zetten het goed neer, waardoor zij er niet echt uitkwamen. En dan controleer je het spel. Wat is er veranderd ten opzichte van eerdere fases dit seizoen? Dat er de ploeg eerder op achterstand kwam en nu dat je gelijk het initiatief pakt en dat vasthoudt? Nou, wat er is veranderd, weet ik niet. Het zit hem in de details. Die jongen schiet volgens mij nog op de lat. Dus dan had je alsnog weer een tegendoelpunt kunnen krijgen. Maar het zit hem in de details en het moet ook een beetje meezitten, tuurlijk. Maar ik denk dat we het beter vastzetten. Ook, we zijn ook veel beter ingespeeld op elkaar, dat natuurlijk. Maar het zijn details wat het verschil maakt. Je zegt het al, we zijn beter ingespeeld op elkaar. Geeft dat ook vertrouwen naar de wedstrijd van aankomende vrijdag tegen Willem II? Ja, tuurlijk. Ja, eigenlijk wel. We hebben vertrouwen. Dat weet iedereen volgens mij. En we gaan er ook met vertrouwen naartoe. Als we naar de stand kijken en de ambities van beide ploegen, dan kun je het eigenlijk wel een kraker noemen tegen Willem II. Is het zo'n soort wedstrijd waarvoor je niet extra gemotiveerd hoeft te worden, maar dat het vanzelf al komt? Ja, eens. Dit soort wedstrijden zijn de mooiere wedstrijden, zeggen ze. Dus zo zien wij het ook. En in deze periode, in deze fase van de competitie, ook best een belangrijke wedstrijd, denk ik. En, nogmaals, we gaan er wel echt vol vertrouwen naartoe, vind ik en denk ik. Is dit de belangrijkste wedstrijd tot nu toe dit seizoen? Een van de. Er zijn wel meerdere belangrijke wedstrijden, want hierna heb je ook nog gewoon 12 wedstrijden te gaan, volgens mij. Dus, maar om het gat te dichten is dit wel een superbelangrijke wedstrijd. Maar Den Bosch thuis winnen is even belangrijk, want anders lopen ze ook natuurlijk uit. Dus in die zin is het een wedstrijd op zich en is het weer een wedstrijd waar je maar 3 punten uit kan halen. Maar we snappen de belangen van deze wedstrijd. Wat is de grootste kracht van dit Willem II? Ik denk dat het vooral een goed team is. Dat ze veel, veel inzet, veel passie, veel strijd leveren, zeg maar. En dat het als team zijnde veel... als team zijnde komt dat er goed uit. Ze hebben individueel wat kwaliteiten die dan het verschil kunnen maken. Maar ik denk dat vooral. En wat staat ADO dan te doen? Hoe gaan jullie Willem II te lijf? Dat gaan we vandaag nog even aankijken op de training, wat het tactisch plan wordt. We zullen vast wel een goed tactisch plan hebben om daar resultaat te halen. Tot slot, hoe zit het eigenlijk met je eigen vertrouwen? Je zit er lekker in, afgelopen wedstrijden ook betrokken bij doelpunten. Ik heb het idee dat je in een goede fase zit van het seizoen. Ja, ik zit er lekker in. Vooral als je scoort, assisten kan geven en dat soort dingen, dan is dat een extra boost natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik per se een speler ben die daarvan moet hebben. Dus voor mij is dat alleen maar extra meegenomen. Voor mij gaat het meer om het spel in die 90 minuten dan dat ik 1 assist geef en dan bijvoorbeeld een mindere wedstrijd speel. Ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn, maar het is altijd leuk om assisten, om doelpunten te maken en dat soort dingen. Maar dus het gaat eigenlijk prima, ja.